De volgende oefening is de side glide. Dit is een oefening die ook goed werkt voor discusproblemen, maar ook werkt voor mensen die bijvoorbeeld scheefstanden hebben in de rug, om te helpen weer een klein beetje mobiliteit de andere kant op te krijgen. De manier om deze oefening te doen is dat je gaat staan in de buurt van een muur. Je steunt tegen de muur en je gaat vervolgens proberen met je heupen langzaam door te buigen richting de muur. En dit kun je dan ook weer 10 tot 15 seconden vasthouden en vervolgens voorzichtig 3 tot 5 keer herhalen.